out. What? Out. What? The ball was out. You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! Chalk dust! Everyone can see that there was chalk dust! We hebben open dag. Achter ons zie je ons compleet nieuwe tennispark. En we zijn gisteren officieel geopend. En vandaag hebben we open dag hier. We hebben driekwart jaar hebben we hier gebouwd aan een compleet nieuw tenniscomplex voor de twee nieuwe verenigingen die nu samengegaan zijn als TC Hardenberg. We hebben hier 10 buitenbanen, 10 all-weather buitenbanen. Dus hier kun je 365 dagen per jaar kun je hier op tennissen. En 3 binnenbanen, maar die hadden we al. En 2 padelbanen. Padel is ontstaan in Mexico en is buitengewoon populair in Zuid-Amerika en ook in Spanje. Na voetbal is padel sport nummer 2. Dus is populairder nog dan tennis. Padel is meer de combinatie tussen tennis en squash. Je speelt het altijd 2 tegen 2. En je mag dus ook gebruik maken van de achterwand. Alleen moet altijd de eerste bal de grond raken en dan pas de wand. Cenk Schalke hebben we hier vandaag te gast. Die de voormalig nummer 11 van de wereld. Dus die verzorgt hier training en een kliniek. Dus zijn we hartstikke trots op dat hij vandaag bij ons is. Ja, van harte welkom allemaal. Ik ben hier naartoe gereden, een uurtje of 3 vanuit België. Alleen maar regen gehad en nu staan we in het zonnetje. We hebben een heel team met mensen die de begeleiding meehelpen. Want ik kan natuurlijk niet in mijn eentje zoveel mensen in één keer lesgeven. Dus ik denk een groot applaus voor alle begeleiding. Het zijn ongeveer 10, 16 mensen. We staan hier ook op een zaterdag, super. Natuurlijk ben ik er ongelooflijk trots op dat we hier met 100, misschien wel 150 vrijwilligers aan meegewerkt hebben. En dat hebben we echt samen gemaakt.